De bel is een klok die in vier glazen kubussen is ingepakt. Dus je hebt de eerste kubus en dan zit de klok in. En dan een volgende kubus die zit er in zijn geheel omheen. En dan vervolgens nog twee. Dus vier kubussen die de klok die je nu ook ziet beieren, ja, heeft ingekapseld of ingepakt. En door de glaslagen en luchtlagen wordt het geluid dus gedempt. Dus het is eigenlijk een gedempte klok. Nou vind ik hem eigenlijk een beetje verloren hier in dit landschap waar niemand hem hoort op zo'n heuvel waar hij wel tot volle glorie zou kunnen luiden, zeg maar. Ja, ook een beetje een roepende in de leegte, zeg maar. Dat gevoel krijg ik ervan. Het is een klok die niet die gehoord wil worden, die niet gehoord wordt. Dus dat er iets is wat een bepaald signaal geeft in jezelf, wat ook gedempt wordt op wat voor reden dan ook, is wel iets wat, waar ik me zeker mee bezig hou. En dan kan ik dat contemplatief noemen als mij als persoon, maar ik mag ook graag mediteren. Dus dat is wel iets wat daar bij hoort. Maar dat is een soort metafoor voor onderbewuste of iets, dat voel ik er zelf zeker bij. Ja. De locatie is de Nollekes en dat is een oude afvalbelt. Van afval van Terschelling. En daar is een mooie grote laag grond overheen gegaan. En daar staat nu een kunstwerk op. En dat vind ik het wel een mooie associatie dat we eigenlijk op het afval van vroeger staan. En dat dit eigenlijk ook iets is wat de tijd aangeeft, zeg maar. In die zin vind ik het mooi samengegaan tussen de locatie en het kunstwerk ook. Ja, ik nodig ook graag mensen uit die dat, als mensen hier gaan mediteren, is dat rondom de bel prima. Dat mag uiteraard. Maar het is ook de afgelopen dagen de plek geweest waar ik dit met mensen heb mogen opbouwen. Het waren zeker niet rustige dagen, maar het werd wel, ik denk dat het een stuk rustiger was, omdat het hier was. Dus als het ergens anders was geweest, was het zeker drukker geweest. Dus dat heeft wel ook een rustgevend effect gehad de afgelopen dagen met de opbouw. Ja.